Nou, dames en heren, 12 uur, zoals te doen gebruikelijk, beginnen wij met de lezing van onze historische vereniging. Maar het zijn gekke tijden. Maar gelukkig kunnen we toch nog wat doen voor onze club en voor al onze interesse in de historie van Deventer. Hartelijk welkom. Ja, ik denk dat de zaal perfect geregeld is door Jan, dat we genoeg uit elkaar zitten. Ik zag dat u allemaal al een lekker kopje komt. Ja, ze mogen meer naar voren komen als onderwijsman deed dat vroeger ook. Want dan wist ik altijd dat de raddraaiers gingen achterin zitten. En die haalde ik dan naar voren. Zo, gaat hij goed. Nou, desalniettemin, we moesten beneden de 30 blijven. En ik denk dat het prima gelukt is. Het is een beetje ook een klein feestje. De lezing van meneer Heerenveld over onze grote geograaf Rudolf Schuiling. U weet, de Schuilingsschool, helaas de naam is veranderd, maar we hebben nog wel de Schuilingstraat. Dan is het altijd een klein feestje als we weer een jaarboek hebben gemaakt. En vandaag is dat de 34ste en die ga ik dan zo meteen overhandigen. Ik heb er dan mogen inkijken naar wat een heerlijk stuk geschiedenis over onze stad. Dat is alleen maar te prijzen natuurlijk. Kortom, dan blijven we nog even een beetje napraten. U kunt een drankje drinken. En dan hebben wij om 2 uur hebben wij onze vrienden van de historische vereniging uitgenodigd. Die betalen allemaal een extra som. Maar we moeten er ook wat voor terug doen. Daar houdt ons bestuurslid René en ook redactieman nog even een klein verhaaltje in een gezellige sfeer. En dan is het weer afgelopen. U weet, deze lezing wordt opgenomen. En die kunt u binnenkort via Hupplepup, ik ben er absoluut een digibet, volgen. Maar dat hebt u allemaal gelezen. Via de website, oké, dankjewel. Hier staat hij. Ik ben nog erger dan Wiegel, geloof ik. Dan is het, dan kunt u allemaal straks zien. En dan gaat u naar huis toe waarschijnlijk met het nieuwe jaarboek, zeker de redacteuren. En ik denk dat ik ook wel hier en daar een schrijver heb gezien. Er is een heel, maar goed, de rest doe ik straks wel. Nogmaals, hartelijk welkom. Meneer Heerenveld, helemaal uit Drenthe, uit Arnhem hier. Hij vond dit al heel geweldig. Ik geef u graag het woord, omdat we meer willen weten van onze Rudolf Schuiling. Oké. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik voel mij zeer vereerd dat ik in zo'n prachtige kerk mag spreken. En dat nog wel op zondagmorgen, zondagochtend. Ik denk, een deel van mijn familie die zal met verbazing toekijken dat ik hier op zondagmorgen in een kerk sta voor een microfoon. Maar goed, hartelijk dank voor uw uitnodiging om dit verhaal te mogen doen. Het gaat dus over het leven en werk van Rudolf Schuiling, de grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs, of een van de belangrijke grondleggers van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland. Ik zal eerst even beginnen mijzelf nog even voor te stellen. Mijn naam is Rudolf Heerenveld. Ik heb in Wageningen gestudeerd aan de toenmalige Landbouwhogeschool. Mijn vak was bodemkunde, als zodanig uiteraard ook wel een beetje verwant met het werk van Schuiling, geograaf, bodem, dat was ook zijn interesse. Ik ben na mijn afstuderen in 1975 eerst nog wat kleinere baantjes gedaan, was toen ook al moeilijk om werk te vinden. Ik wilde eigenlijk helemaal niet in het onderwijs, dat was het laatste waar ik aan dacht. Maar omdat ik op dat moment toch niet een andere baan kon vinden, ben ik er toch ingestapt. En ik ben er eigenlijk nooit meer uitgekomen. Dus in 2012 ben ik met pensioen gegaan. En dus mijn hele werkzame leven ongeveer heb ik gewerkt als docent bodemkunde. Van oorsprong meer vanuit een landbouwachtergrond. Maar gaandeweg in de jaren 80 begon bodemverontreiniging als probleem op de agenda te komen. En de school waar ik zat, dat heet tegenwoordig Van Hal Arendstein, die begon een milieukundeopleiding. En ja, de bodem was dus een van de punten wat daar heel goed in paste, die bodemverontreiniging. En ik
heb eigenlijk gaandeweg helemaal in die richting geschoold verder en heb daar onderwijs in gegeven. Dus zoals je al zei, 2012 gepensioneerd. En ja, toen mijn vrouw, die hier ook zit, die zat toen in de tijd in het bestuur van de historische vereniging in Annen. En die had gehoord, want Annen is de geboorteplaats van Roelof Schuiling, dat onze historische vereniging, die wilde een project beginnen om Roelof Schuiling ook in Annen wat meer op de kaart te zetten. En die zei toen, nou, nou jij toch met pensioen gaat, dan heb je niks te doen, dat is net iets voor jou. Dus zo ben ik eigenlijk in dat Schuiling-verhaal terechtgekomen. En ja, vanaf die tijd, dus u ziet, ik ben er nog steeds eigenlijk druk mee. Het gaat me door met allerlei aspecten en zo. Dus in die werkgroep ben ik terechtgekomen. En in 2016, zal ik het laten zien, hebben wij een gedenkteken voor Roelof Schuiling in ons dorp onthuld. Even kijken, ja, dit zijn ongeveer de thema's waar ik het met u over zou willen hebben. Wie was Roelof Schuiling? Even waar hij vandaan kwam, opleiding en dergelijke. Zijn leven in Deventer, want ja, hij is wel in mijn woonplaats, huidige woonplaats geboren. Maar daar heeft hij eigenlijk maar heel kort gewoond. En zijn grootste deel van zijn leven woonde hij en hij werkte ook in Deventer. En nou ja, eerbetoon zijn wetenschappelijke werk, daar zal ik nog even wat over vertellen. En wat er aan eerbetoon is gemaakt, zal ik maar even zeggen, bij zijn overlijden en daarna. Dus dat is in hoofdzaak ongeveer de inhoud van mijn verhaal voor de middag. Ik kan u wel even zeggen, mocht u vragen hebben tussendoor, dan is dat geen enkel probleem. Dan kunnen ze meteen stellen, dan zal ik proberen ze te beantwoorden. En de voorzitter of meneer Berend, die houden de tijd in de gaten dat ik wel binnen de tijd blijf. Dus wat dat betreft, dat moet het allemaal goed komen, zullen we maar zeggen. Nou, waar ligt Annen? Dus voor degenen die dat niet weten, ik denk de meesten waarschijnlijk. Annen is een dorpje dat ligt op de Hondsrug. De Hondsrug dat loopt ongeveer zo van Emmen naar de stad Groningen. Even kijken, Zuid-Laren, dus hier ligt Annen daar. Het is een dorp op dit moment met circa bijna 4000 inwoners. In de tijd dat Roelof Schuiling daar werd geboren waren die misschien 300-400. Dus dan was het een klein boerendorp. Het ligt aan de N34, dus voor ons een belangrijke verbindingsweg. Want al die bijna 4000 mensen die werken heel veel in de richting van Groningen of in Assen. En dat is dus makkelijk als je een goede verbinding hebt met die steden. ja, even kijken, Roelof Schuiling, wie was dat? Zijn vader, die had, dat was iemand van een boerengeslacht. En het is ook wel bekend, de voorouders van zijn vader, dat gaat wel tot ongeveer 150 jaar nog wel terug. Dat was Jan Wanders Schuiling. Die was geboren in 1819 en trouwde met een Henderkien Meijering, ook geboren in 1819. Ze kregen al vrij snel twee kinderen, maar ook vrij snel overleed mevrouw Schuiling, de toenmalige. En Jan Wanders Schuiling die hertrouwde meteen daarna eigenlijk met zijn schoonzuster, die ook weduwe was geworden, wat in die tijd denk ik wel gebruikelijk was ofzo, want ja, als je een boerderij had in die tijd, dan kon je eigenlijk niet zonder vrouw, dat ging niet. Of je moest een huishouden nemen of je moest zorgen dat je opnieuw. En het toeval wilde dat zijn schoonzuster dus ook net weduwe was geworden. En die zijn opnieuw getrouwd en daaruit zijn nog vier kinderen geboren. Waaronder dus als eerste van die twee, dat was Roelof Schuiling. En er zaten nog twee kinderen, Jacoba en Harm. En die Harm heeft later de boerderij in Annen overgenomen. En ik heb die landletters hier onderaan, die heb ik ook nog even in het zwart even neergezet. Wat het toeval wilde, ik was toen met het schrijven van een verhaal over Roelof Schuiling voor ons tijdschrift.
bezig om te zoeken van wat hij nou allemaal had gedaan en zo. En tegenwoordig met Delver op internet. En ik hoor wel dat u DigiBeacon voornamelijk bent, begreep ik. Maar Delver, daar kun je dus alle oude kranten op naslaan. En ik had dus de Deventer, dat was het Deventer Dagblad. Het Deventer Dagblad, zo van 1878, dat hij hier kwam te wonen. En dan tot 1936, toen hij overleed. En ik kreeg ontzettend veel hits met schuiling. Maar wat bleek, de meeste waren betrof zijn broer, die Lambertus. Want die was in Olst terechtgekomen, hier eigenlijk vlakbij. Eigenlijk ook onder de rook, zeg maar, van Deventer. En ook onder het aandachtsgebied van het Deventer Dagblad. Want die Lambertus, ik kan het misschien nu wel even vertellen, die ging ook het onderwijs in. En die werd dus hoofd van de school daar in Olst. En heeft daar, nou ik denk, er is bijna volgens mij geen vereniging geweest in Olst, waar hij ofwel niet de oprichter van is geweest, ofwel de voorzitter van is geweest, of lezingen hield. Maar die hebben dus, wekelijks stond er wel ergens een artikel in een krant, van Deventer Dagblad, waarbij Lambertus schuiling op een of andere manier in het nieuws kwam. En Rolf Schuiling was veel minder. Was natuurlijk een beetje onderwijzer en publiceerde wel, maar meer in vakbladen en dergelijke. Dus daar vond je niet zo heel veel van. Maar het is op zich wel opmerkelijk. En dat zo'n boerendorp Annen, Drenthe, dat daar toch twee uit één familie, twee personen vlak bij elkaar weer, en die onderhielden ook hele goede familiebanden. Want toen die Lambertus, die was op zich een stuk jonger dan Rolof, maar die overleed al vrij jong. En toen was Rolof Schuiling daar ook aanwezig als een van de sprekers. Goed, het geboorteadres, dan praat ik dus over Annen, die zo, dat zegt u niks, maar dat is de Wolden. Dat is het geboorteadres waar zijn ouders toen woonden in de boerderij. Die boerderij die is inmiddels verdwenen, die staat er niet meer. Daarvoor in de plaats is gekomen deze boerderij, van een foto van de jaren 50. Deze boerderij die staat er wel nog, maar die is wel behoorlijk wat verbouwd, een beetje aangepast. En op het ogenblik zit daar een installatiebureau Wim Boelens. Nou, de broer van Rolof Schuiling, Harm, die nam in de tijd het bedrijf over, het boerenbedrijf over. En dat ging steeds van vader op zoon. En op het ogenblik is het nog steeds eigenlijk dat boerenbedrijf Schuiling in het bezit van Jan Rolof Schuiling. Alleen Jan Rolof is vrijgezel, dus waarschijnlijk houdt het daarmee op in Annen met... Daar wonen nog een heleboel Schuilings, maar dus met de meer rechtstreekse verbinding met Rolof Schuiling. En ook de boerderij, dat zal denk ik wel ten einde lopen, want zo jong is die ook al niet meer. Dus ik zie hem nog niet optreden in een boer zoekt vrouwachtig programma of zo. Ik denk niet dat daar nog wat van ons nog wat te wachten staat als nageslag. Nou, Annen, dit is een kaart van... Deze kaart is ongeveer van 1902. Maar het toont eigenlijk, Annen is dus echt typisch zo'n Drents S-Brinkdorp. Ik weet niet of u dat systeem kent. En maar Rolof Schuiling heeft daar ook uitgebreid studie van gemaakt. En dat hele systeem van S-Brinkdorp heeft hij ook uitgebreid beschreven en gepubliceerd. De oude kern van het dorp dat ligt ongeveer hier. Maar het gekke is dat wij hier nu ook een soort groot plein hebben. We noemen dat ook de Brink. Maar eigenlijk is dat niet een echte Brink volgens mij. Want de Brink, dat zijn eigenlijk meer deze pleintjes die hier wat die plaatsen rond de oude kern van het dorp. Maar Annen staat wel bekend. We noemen onszelf trots het dorp met de grootste Brink van Europa. Dus die is zo groot. In de jaren 50 werd daar op gevoetbal. Dus dat was het officiële voetbalveld van de voetbalvereniging Annen. Nou, je ziet hier, we hebben de essen, en dat zijn de oude bouwlanden, die dus vroeger bemest werden met de mest van de schapen en de potstal. Hier zo, dit is de N34, daar heb ik, die lag er toen nog niet hoor,
Maar die heb ik even ingetekend, want die ligt eigenlijk precies op de boer-makergrens tussen Annen en Anlo. En dus dit stuk hier, dat hoort ook bij Annen. Dus heide, waren vroeger dus de heidevelden. En aan de rechterkant, daar ligt het Hunzendal. En het Hunzendal is echt meer grasland, moerassen en zo. In die zin had Annen niet zo heel veel heidevelden, maar moest het ook weer ja, zijn strooisel en voeding voor schapen en zo vanuit dat moerasgebied halen. Maar Annen had dus wel twee essen, de Zuides en de Noordes. De Zuides die is heden ten dagen nog eigenlijk precies in de oorspronkelijke vorm, dus staat het nog, de vorm zeg ik. Want in de jaren 50 voor de ruilverkaveling daar is gehouden, waren er ongeveer 50 eigenaren van die S die daar actief waren. Die S die is, ik dacht, ongeveer een paar honderd hectare, dus iedereen die had zoiets van 2 tot 3 hectare zo tot zijn beschikking. Nu is er denk ik nog 1 of 2 eigenaren die die hele S onder hun beheer hebben. Nou, ik zei, Annen is het forensendorp, dus die Noord-S, dit is nu helemaal volgebouwd. Ik woon zelf ongeveer hier ergens, daar zo. Dus ook in een nieuwbouwwoning. En je ziet dus hier, dit is hier de Breek en de Essen, de heidevelden eromheen. Hier, dit zijn van die oude bosjes en die staan er ook nu nog deels. Dus die, eigenlijk die structuur van toen die is nog steeds goed herkenbaar. Waar het niet dat dus dit gedeelte is helemaal volgebouwd. En hier ook nog een stuk. Ja, hoe zag dat er in die tijd er ongeveer uit? Het is bekend dat zo in die jaren 1850, ik geloof dat in 1848, daaromtrent werd de spoorlijn aangelegd van Zwolle Hogeveen naar Groningen. En toen was er een soort van trend van schilders in Nederland dat men had Drenthe ontdekt. Ja, nu ook weer geloof ik, gaan weer veel mensen op vakantie naar Drenthe. Maar die schilders die kwamen toen naar Drenthe vanwege, dat was zo'n bijzondere sfeer, vriendelijke mensen uiteraard. De kleuren die er te zien waren. Dus dat was toen helemaal in. En er waren van verschillende van die plaatsjes, ook bij ons in de buurt in Fries, kilometer of 6-7 bij Arnhem vandaan in Zwelo. Daar waren dus van die centra waar van die schilders zich zo vestigden en dan zomers daar rondtrokken en mooie schilderijen maakten. En Vincent van Gogh is daar ook geweest, maar niet in dit gebied van bij ons. Maar die was wat meer zuidelijker daar in het Veengebied en zo. Dus die heeft daar ook 2 of 3 schilderijen gemaakt. Of van de Jonk, de niet zo lang geleden heet, die nog is aangekocht door het Drents Museum. Maar goed, zo zag dat er dus ongeveer uit. En dit is een boerderij, dit is in Annen. Dus in het dorp in de Schoolstraat, dat is dus een van de oudste straatjes van Annen ook. En dit is geschilderd door Egbert van Drilst. Geboren in Groningen, maar die werd een bekende behangschilder. Hij woonde in de tijd, in zijn gloriedagen in Amsterdam, aan de grachten ergens. En, maar die trok dan dus ook door dit gebied heen en heeft dus deze boerderij geschilderd. Ja, meer een tekening is het denk ik. En die boerderij die heeft tot, ik denk in de jaren 70 ongeveer, in deze huidige vorm, heeft hij daar zo gestaan in het dorp. En iedereen vond het ook heel erg jammer, maar de eigenaar die heeft toen besloten om het hele ding af te breken en er een nieuwe woning op te bouwen. Want het onderhoud en het ja, was natuurlijk niet allemaal meer van deze eisen van deze moderne tijd heeft het opnieuw opgebouwd, wel ongeveer in dezelfde uiterlijke vorm. Maar dus, het is een bekend schilderij, tekening van die Egbert van Drilst. Het geeft een beetje een beeld van 1850, misschien nog iets eerder in dit geval. En toen Schuiling werd geboren was het 1854, dus ja, in zo'n omgeving is deze Schuiling dus ongeveer ja, geboren is het verhaal. Dus Rolf Schuiling werd geboren in 1854 en hij ging naar de dorpsschool
van 1860 tot 1866. Dat was een heel klein schooltje. Het was een paar honderd jaar geleden, dus ergens in 1816, meen ik, is die school gebouwd. Men heeft de tekeningen van het bestek, is ergens in het archief gevonden door een lid van de historische vereniging van Arnhem. En ook een schilder bij ons in het dorp, tekenleraar, schilder, kunstschilder, heeft op basis van die bestekken dit schooltje getekend, waar mogelijkerwijs Roelof Schuiling in de tijd ook zijn onderwijs heeft gehad. Maar toch was het een heel klein schooltje en er wordt geschreven dat er in zijn tijd soms wel 100 leerlingen daar op dat schooltje aanwezig waren. En met 2 of 3 meesters, dan hield het waarschijnlijk wel op. En die Roelof Schuiling was toen als lagere schoolleerling al een dusdanig intelligent kereltje, dat hij moest dan meestal de hoofdmeester ook helpen om de kleinere jongetjes en meisjes om die dus te leren. En in die tijd kwamen dus vaak onderwijsinspecteurs kennelijk op scholen langs. En in Arnhem, daar ging het dan om een zekere meneer Nassau, dokter Nassau, die zetelde in Assen. Was daar ook, dacht ik, verbonden aan de HBS of zo, of gymnasium. En meneer Boom, Harm Boom, dat waren dus de lokale, regionale inspecteurs van het onderwijs in Drenthe. En die merkte dus die Roelof Schuiling op als een zeer intelligent jongetje. Dus dat was toch wel heel opmerkelijk. En die zeggen, jongen, jij moet verder gaan leren. En ja, verder leren. Voor hun was het dan de kweekschool in Meppel. Dat was dan al een bijzonder iets. Maar de vader, die wilde dat niet. Die zei, nou ja, maar die jongen die moet eigenlijk de boerderij overnemen. Maar dat, na veel praten, konden dus die meneer Nassau en meneer Boom, die konden het toch voor elkaar krijgen dat hij een beurs kreeg. En op 14-jarige leeftijd ongeveer vertrok Roelof Schuiling vanuit Arnhem naar Meppel om daar de opleiding te volgen voor schoolmeester. Dus dat, zo ging dat. Dan zat hij dus tot 1872. En in de laatste jaren was het eigenlijk al gebruikelijk dat zo iemand die moest dan eigenlijk als een soort van stage, moest hij al op een andere school op les geven. En bekend is dus dat Roelof Schuiling in de tijd op een dorpje vlakbij Meppel, dat hij daar dus ook als onderwijzer zijn werk al deed, was hij, ik meen, 17 jaar. En in de klas zaten wel jongens in, die waren wel 25 jaar of zo. Dus en hij kwam daar als beginneling, moest hij daar dus de lessen verzorgen. En bekend is dat toen hij daar wegging, dat ze zo tevreden waren over zijn optreden, dat hij een gouden horloge kreeg van de dorpsgemeenschap daar. Bovendien richtte hij, als ik het wel heb, ook een zangkoor op, want Roelof Schuiling was ook een liefhebber van zingen. Hij schijnt in Deventer ook voorzitter te zijn geweest van het Deventer Mannenkoor. Maar dat weten jullie misschien beter dan ik. Maar goed, hij kreeg dus zijn akte als meester, schoolmeester, hoofdakte. Hij kreeg verschillende aanstellingen, maar ondertussen bleef hij maar doorgaan ook met het, zeg maar, met het verder uitbreiden van zijn actes. En hij was eigenlijk al op een zodanige leeftijd dat hij hoofd van een school kon worden, maar daar was hij nog te jong voor. Dus maar hij had eigenlijk al die actes had hij toen al bij elkaar. Dus je ziet hier een beetje waar hij onder andere nog heeft gewerkt. En de laatste, voordat hij naar Deventer kwam, dat was Wildervank. Dat ligt bij Veendam, 1,15 km bij Arnhem vandaan. Dus, we gaan nu eens kijken in Deventer, wat hier is gebeurd. In 1878, op daaromtrent, werd besloten van op rijksniveau dat er ook in Deventer een kweekschool moest komen. En als hoofd van die kweekschool werd een meneer De Groot, als ik het wel heb, werd benoemd. En die De Groot, dat was eigenlijk
Voorheen was die dus verbonden aan die opleiding van leraren in Groningen. En die had dus Rolf Schuiling daar, toen hij bezig was met al zijn hoofdactes en acten voor Duits en Nederlands, om dat allemaal te doen, die studies, die had hem toen opgemerkt. En toen die meneer De Groot, die werd dus aangesteld om die school vorm te geven, die nieuwe kweekschool hier in Deventer. En die dacht van, die Rolf Schuiling, die moet ik hebben. Dat moet hier ook iemand worden die bij ons hier in Deventer moet komen om les te geven. Nou, dat lukte. Dus Rolf Schuiling had dus net 1 jaar of zo in Wildervang gezeten. Zijn eerste zoon was daar inmiddels geboren. En hij kwam met, hij was dus ook getrouwd, ik vergeten. Hij kwam dus met vrouw en 1 zoon kwam hij, ik meen in 1879, kwam hij hier naar Deventer. Hij heeft wat ook verschillende, eerst volgens mij wat verschillende adressen, gewoon die ik zo niet meer uit mijn hoofd weet. Maar het grootste deel van zijn leven woonde hij eigenlijk op het Padhoofd. Dus dat komt vast ook nog even. Hij trouwde dus, zoals ik al zei, met Johanna Rodenburg. Die ziet u hier in beeld. Waarschijnlijk een foto gemaakt in hun huis aan het Padhoofd. En de fotografe was waarschijnlijk mevrouw van Groningen, Rika van Groningen. Dat was een telg, dacht ik, uit een bankiersfamilie hier in Deventer, die als hobby kennelijk had fotograferen. En die had ook les gehad van Rolf Schuiling op de school. En bleef dus een soort familievriendin, kennis van de familie Schuiling. En zij heeft dus verschillende foto's gemaakt van de familie Schuiling thuis en direct in hun omgeving. En die mevrouw van Groningen die ging ook mee later met excursies en zo die Rolf Schuiling organiseerde, vakantiecursussen. En die is getrouwd uiteindelijk met een geoloog. En die geoloog die werd dan uiteindelijk ook nog directeur van het Geologisch Instituut of zo, in de Geologische Dienst moet ik zeggen, in Haarlem. Ze kregen 4 kinderen. De oudste die ging, ik denk, ging die, of in Leiden of Utrecht, die ging geneeskunde studeren en heeft volgens mij zijn grootste deel gewerkt van zijn leven in Rotterdam, in de medische sfeer. Die Dirk Theodorus, dat was de tweede zoon, die ging een beetje zijn vader achterna, die ging geologie studeren en via wat omzwervingen werd hij later directeur van Billiton. Billiton, en dat is een bedrijf dat volgens mij onderdeel is geworden van Shell in Arnhem. En ik ken het eigenlijk uit mijn praktijk, omdat ze daar heel veel bodemverontreiniging hebben veroorzaakt rond die fabriek van hun. Dus daar is dus Billiton ook wel bekend van. En die hebben Rolf Dirk, de zoon dus van deze, en die Rolf Dirk, die is later ook weer hoogleraar geworden in Utrecht in de geologie. Die leeft nog. Is wel een vrij controversieel wetenschapper, want die publiceert soms van die artikelen waar dan heel veel discussie over komt. Hij heeft het zich ook bemoeid met de aardbevingen in Groningen. En hij heeft dus tegenwoordig geniet hij enige bekendheid omdat hij het CO2-probleem kan oplossen, zegt hij, met behulp van olivijn. Een mineraal wat heel veel CO2 kan binden. En daar timmert hij nog steeds mee aan de weg. In de NRC dit weekend? Ja, nou op televisie is er ook laatst nog een reportage geweest. Dan is hij zelf niet meer nu op dit moment degene die het verhaal doet, maar er zijn wel mensen die hem volgen. Ja. Dus ook ja, uit het Schuiling-familie, zeg maar, afkomstig. Deze Jan, kijken, Rolf Dirk, sorry, Rolf Dirk. Hij noemt zichzelf trouwens Olaf. Ik wou niet dat doen, maar dan staat Olaf. Ik heb met hem gecorrespondeerd, daar kom ik later nog wel even op terug. Hun dochter die trouwde met een arts en die is in Schorel terechtgekomen. En de jongste zoon die ging ook geologie studeren. En die werd dus later directeur van de Geologische Dienst in Belgisch Congo.
Dus ja, het waren kinderen dus toch wel redelijk hoogbegaafd, die het allemaal erg goed deden in het onderwijs en ook weer op belangrijke posities zijn terechtgekomen, behalve dan de dochter die huisvrouw werd van waarschijnlijk tot de slag. Ja, het gaat over die tijd, hè. Dus, hij woonde dus, wat ik al zei, op het Pothoofd. Dus hier is dat ergens. Hier zo. En hij had dus een prachtig uitzicht over de IJssel. Dat is ook bekend. Het huis eigenlijk staat er nog. En meneer Boerman, waar hij veel mee heeft samengewerkt met het maken van kaarten, die schreef op een keer ergens, nou ja, dat hij het studeervertrek van Schuiling goed kende vanwege de prachtige uitzichten over de IJssel. Kijk, want hier is het huis. Dit is een oude foto. En dit zijn waarschijnlijk kleinkinderen. Stond er verder niet bij. Maar je ziet dus hier die pilaren en die klimop. En deze foto die komt waarschijnlijk uit het jaar 2013 daaromtrent. En toen stonden die pilaren, die stonden er nog. En hier dus ook. En ik ben er hier 2 jaar geleden nog een keer, anderhalf jaar geleden. Volgens mij zijn die pilaren die zijn nu weg. En ik heb toen ook nog een keer gelezen dat er ook plannen zijn geweest om dit stukje van Deventer hier af te breken. Want daar zou dus daarachter, misschien is dat al gebeurd, er zou een parkeerterrein worden uitgebreid en dan moest er een betere toegangsweg naartoe komen. Ik weet niet of uw vereniging daar is geweest, maar er is dus een gezelschap hier in Deventer, historisch Deventer of zo. Die heeft bij de Stichting Oud Deventer. Die heeft bij de. Die houdt zich daarmee bezig. En wij zijn de historische vereniging. Oké. Maar het is nog niet gerealiseerd gelukkig. Nee, want die stichting in ieder geval, die heeft zich daar flink tegenaan bemoeid. En mede daardoor waarschijnlijk is dat plan in de wachtkamer terechtgekomen. Nou ja, het is natuurlijk voor Schuiling-adepten is het een historisch pand, want hij heeft daar wel misschien al 50 jaar van zijn leven heeft hij daar doorgebracht in dat huis. Hij is daar ook overleden. Nou, hier ziet u weer zo'n foto, waarschijnlijk van die Rika van Groningen. Is dat een bekende naam hier in historisch... Ik vond op internet dus zo'n heel bundeltje met allemaal die foto's waarin dan die familie Schuiling ook in voorkwam. Lijkt me toe dat dit dus achter dat huis is aan het Pothoofd. Dus en je ziet al die foto's, die zijn fotografie wanneer het begon had. Zo. Dus in deze tijd was het waarschijnlijk al zo rond 1920 daaromtrent, schat ik zo in. Want mevrouw Schuiling is ook al op vrije leeftijd hier, dus toen die foto's zijn gemaakt. Het geeft ook een beetje voor dat daar nog een konijnenhok of zo, een hondenhok. Ze hadden thuis wel in ieder geval honden, maar waarschijnlijk ook wel andere huisdieren zoals konijnen. Het was wel een familie volgens mij waar de familieband goed in stand werd gehouden. Je ziet dus verschillende ook van dit soort foto's, verjaardagen, 50 jaar getrouwd of dat soort gelegenheden. Dan kwam daar waarschijnlijk een hele grote gezelschap van al die familie, kinderen, kleinkinderen, kwam dan bij elkaar. En ik heb er dus uit gesprekken wel met die Jan Roelof, die achterkleinzoon van de broer van Roelof Schuiling, die dan nog van zijn vader wel wist dat die nog steeds ook contacten onderhielden met Deventer. Zei ze, nou ja, Deventer familie. Dus ook Roelof Schuiling hield ook steeds die band met zijn geboorteomgeving, die bleef intact. Dus weer zo'n soort foto met, dat huis is toen... Zoals het er toen uitzag, zo ziet het er, het is wel een beetje verwaarloosd van buiten, vind ik. Ik weet niet wat er... Roelof,
Ja. Het is wel leuk om te vertellen. Ik heb net even opgezocht. Ja. Van de week is het grote plan van dat sluiskwartier openbaar geworden. Ja. Ik heb het even opgezocht, maar het huis wordt gerestaureerd en blijft bestaan. Kijk, ja. 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 Vrijdag gepresenteerd. Ja. Oh, ja. Kijk eens aan. Nou, dus daar gaan jullie natuurlijk uitgebreid bij stilstaan. Dan. Ja, vooral vier ook. Zeker. Ja. Goed. Goed, je ziet dus grote familiebijeenkomsten. Het kenmerkt volgens mij wel die familie Schuiling. mevrouw Schuiling, nou ja, ik denk dat die wel een groot deel van haar leven dus gebonden is geweest aan het opvoeden van die kinderen. Want Roel Schuiling die deed zoveel werk. Dat kan niet anders, want die kon nooit veel tijd hebben gehad om dus ook veel te doen, volgens mij, aan die kinderen. Dus ik denk dat, het blijkt ongeveer dat toen die laatste van hun kinderen het huis uitging, dat mevrouw Schuiling ook actief werd hier in het sociaal-maatschappelijke leven hier in Deventer. En ik denk dat zij bij de goede burgerij behoorden. En die in die tijd dus weldadigheid en zo'n soort activiteiten zich wel verplicht voelden om daaraan mee te doen. Ik heb de indruk dat zij tamelijk vrijzinnig waren. Niet heel erg actief in de kerk of zo, maar ja, je zou zeggen een sociaal-liberaal soort politieke ideeën dicht ik hun ongeveer toe uit de activiteiten die zij ondernamen. Roelof Schuiling zelf, daar is eigenlijk ook niet heel erg actief geweest volgens mij in het politieke leven. In zijn laatste jaren, toen heeft hij zich nog wel een tijdje heel erg bemoeid. En dan spreek ik al over na zijn pensionering, over een verdrag wat er dus moest komen tussen Nederland en België. Dat België zich had afgescheiden met die 1831 of zo, met die tiendaagse veldslag, over de grens waar die moest komen. En Roelof Schuiling was er toch wel voor dat Antwerpen een beetje, nou ja, dat niet zo'n goede verbinding met de zee kreeg. En hij was toch wel voorstander van dat Rotterdam een voorname positie als zeehaven moest kunnen behouden. En het moest dan maar wat ten koste gaan van Antwerpen. En daar heeft hij wel op verschillende landelijke of bijeenkomsten in den landen, dat kom je dan ook in die krantenartikelen tegen, heeft hij daar wel toespraken over gehouden. En wat daar de reden precies was, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar goed, ik denk dat mevrouw Schuiling ook zeker wel behoorlijk ontwikkeld was, goed sociaal betrokken was. En dus nuttige werkzaamheden heeft gedaan. En ook bij haar begrafenis, zij is eerder overleden, werd daar ook uitvoerig over gesproken door mensen uit de verenigingen en organisaties waar zij bij betrokken is geweest. Dan kijken we even naar wat Schuiling dan als wetenschapper heeft betekend misschien. Nou, en eigenlijk een van de bekendste, belangrijkste zienswijzen van Schuiling was de aard van de bodem is de diepst liggende oorzaak van het verschillend voorkomen der afzonderlijke landschappen van ons vaderland. Nou, als bodemkundige spreekt mij dat natuurlijk enorm aan, want ik ben ook wel een beetje dat met name toen in zijn tijd dat de mens heel erg afhankelijk was van wat de natuur bood. Dus als je droge gronden had, dan kon je daar gaan wonen, dan zat je veilig. Vruchtbare gronden, je had arme gronden. En daar kon je verder niet zo heel veel aan doen. Dat was een beetje zijn visie, denk ik. En vandaar dus dat die geologische ondergrond in zijn visie dus heel erg bepalend was voor hoe het gebied door de mens benut, gebruikt kon worden en hoe het dan uiteindelijk ook ingericht werd. Hoe het landschap eruit zag. Dat was zijn visie. En daar is later veel kritiek op gekomen.
op dat soort visies. En ik denk dat Schuiling daar zelf ook wel enigszins van is teruggekomen, want hij heeft dit misschien ontwikkeld, laat ik zeggen, in de periode dat de mens nog niet erg in staat was om de natuur naar zijn hand te zetten. Maar gaande zijn leven, dus hij is natuurlijk wel 82 jaar oud geworden, ja, kwam de mogelijkheden voor landontginningen, kunstmest werd geïntroduceerd, spoorwegen werden gemaakt, bevolking nam toe. Dus toen werd ook veel meer het landschap vormgegeven door de ingrepen die de mens zelf pleegde. En de mens kon iets meer de natuur naar zijn hand zetten, zeg maar. En dus dat was de reden dat men op dat moment de ideeën van Schuiling wat, nou ja, vond men een beetje ouderwets. Dat was niet meer van die tijd. Maar goed, hij had die visie al ontwikkeld op het moment dat de mens nog steeds erg afhankelijk was van wat de natuur bood, zeg maar. En ik denk dat hij capabel en dynamisch en ook zeker wel in staat is geweest om met zijn tijd mee te gaan. Want Schuiling was echt iemand die was geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen. Dus hij schuwde niet. Hè. Hij kwam wel geboren en getogen uit het geslacht van mensen die heel lang op het zand in Drenthe hebben gewoond, net zoals ik trouwens. En maar daar wordt van gezegd, dat zijn nogal conservatieve mensen. Die, wij hebben het al 200 jaar zo gedaan, 300 jaar met Essen en zo. En dat moet je niet zo gaan veranderen. Maar Schuiling daarentegen was wel heel geïnteresseerd in vernieuwing. Dus wat dat betreft denk ik niet dat hij nou zo'n behouden figuur was. Maar hij ontwikkelde zijn theorieën misschien net iets te vroeg. Maar goed, later zijn er ook wel weer mensen die weer veel meer instemmen, hoor, met zijn ideeën. Nou ja, toen Schuiling dus met zijn werk begon hier als, hij deed eerst Duits, Nederlands, Frans, geloof ik. Aardrijkskunde was een bijvakje toen voor hem, maar al gauw ging hij zich eigenlijk helemaal daarin verdiepen en hij kreeg daar ook de kans voor. En, maar goed, er was geen lesmateriaal, dus hij begon dat zelf allemaal te ontwikkelen. En het belangrijkste boek van hem, dat is eigenlijk zijn eerste dictaat, zal ik maar zeggen, wat ik op school had ontwikkeld. Want dat heeft hij dus continu, jarenlang heeft hij daaraan gewerkt. En uiteindelijk is dat een heel dik handboek van de Nederlandse aardrijkskunde geologie geworden. Waarvan, ik geloof wel 20 drukken of zo zijn gewaard. Maar wat hij ook heel erg stimuleerde, dat was aanschouwelijk onderwijs. Voor hem was het echt het doen, het laten zien, het veld ingaan, dat was voor hem een enorm belangrijk iets. En hij was dus een van de eerste mensen die heel erg zich heeft bezighouden met schoolbandplaten. En hij heeft er zo ongeveer een stuk of 30 laten maken in Nederland, maar ook daarbuiten. Want ik heb er zo straks nog wel plaatjes van. Maar dus hij wordt wel gezien als een van de pioniers op het gebied van die schoolbandplaten. En dat is net nu als een soort powerpoint, maar dan ja, dat kon je dat zien. En bij zo'n schoolbandplaat, daar werd dan een verhaal bij geschreven van ongeveer 30 pagina's tekst, waarin alle achtergronden en zo werden belicht. En ja, daar was hij ook continu mee bezig. Hij heeft ook dit model van een S-dorp heeft hij eigenlijk ontworpen, of althans als eerste die samenhang tussen die verschillende onderdelen van zo'n landschap, heideveld en het bouwland. De goren, de tuinen en zo, de brink, rivier en de graslanden, dat heeft hij dus eigenlijk helemaal ontleed hoe dat allemaal in elkaar staat. En daar is dus die plaatje ook van ontleed. Schuiling was wel iemand die een enorme inspirator was. Hij kon kennelijk op een geweldige manier zijn verhaal doen
En heel veel mensen volgen dus zijn lessen. En ook heel veel mensen die lessen hadden gevolgd zijn in dat vak verder gegaan. Dus hij was dus echt iemand die kon mensen echt inspireren voor zijn vakgebied. Dus een geweldige docent zijn geweest. En waar hij waarschijnlijk wel veel van zijn ideeën aan ontleende, was die van Humboldt. Van Humboldt, dat was een Duitser. Maar een aantal belangrijke tijdgenoten van hem, dat waren deze twee heren. Dat is Schuiling, dat is Hendrik Blink. Dat is heel apart eigenlijk, want gek genoeg, die Schuiling was een boerenzoon uit Drenthe. Maar die Hendrik Blink was ook een boerenzoon uit de wijk. Die ligt ook in Drenthe, vlakbij Meppel. En boer Smit was die. Die heeft tot zijn 20ste ongeveer gewoon thuis op de boerderij, de smederij gewerkt en ging toen studeren. Uiteindelijk heeft hij ook in het buitenland, in Frankrijk, in Straatsburg, Parijs, heeft hij studies gedaan. En hij is, later is hij hoogleraar geworden in Wageningen. En dat was dus een bijzondere band tussen die mensen. Die konden het heel goed met elkaar vinden, hadden veel contacten met elkaar. En deze meneer, Anton Deekman, daar heeft Schuiling heel veel mee samengewerkt. Die kwam trouwens uit een heel andere wereld. Die kwam uit de wereld van de militairen. Zijn familie waren allemaal in het leger actief. Maar die boerman, die ging, op een gegeven moment ging hij trouwen met een meisje wat van veel lager niveau was volgens de familie. En toen werd ik dus door de familie eigenlijk niet meer geaccepteerd in die kringen. En toen besloot hij maar om leraar te worden. Een slokje water. Zo ben ik er niet toe gekomen om leraar te worden. En die werd wiskundedocent in Zutphen. Maar dat leraarsvak dat was voor hem... Nou, laat ik zeggen, voor hem eigenlijk een beetje bijzaak, want zijn grote hobby was, hij was ook opgeleid in het vak bij de genie. En hij moest nog een tijd, ja, ik heb nog niet eens verder gegeven, ja. hij was ook geograaf en zo, en hij had dus in zijn actieve tijd in de militaire kringen, had hij zich bezig gehouden met het inrichten van die verdedigingswerken van bijvoorbeeld Amsterdam en dergelijke. En maar toen hij hier in Zutphen kwam hij dus ook in contact met Schuiling. Want een grote hobby van hem was ook de cartografie. En hij heeft met Schuiling hebben zij samen een atlas ontwikkeld die moest concurreren met de bosatlas en die had er nog een. Maar dat waren dus elkaars tegenpolen, zal ik maar zeggen. Maar Schuiling en Deekman, die waren dus ook een duo die dus zo'n atlas van de wereld heeft gemaakt. Maar ik zei net al even dat Schuiling waarschijnlijk erg is geïnspireerd door het werk van Alexander van Humboldt. Dat was een... iemand uit een hoge Pruisische adellijke familie. En volgens zijn familie moest hij eigenlijk iets in de overheid gaan werken, in de regering of zo. Maar uiteindelijk was dat helemaal niet zijn ding. Hij heeft een studie gedaan in de geologie en kwam toen oorspronkelijk terecht in de mijnbouw. Dus het was ook een soort van staatsmijnen ook. Maar vanuit die achtergrond is hij op een gegeven moment, toen zijn familie of zijn ouders waren overleden, heeft hij de kans gegrepen om zijn eigen gang te gaan. En die van Humboldt die staat bekend als een van de grootste ontdekkingsreizigers die zich met name heeft gericht op Zuid-Amerika. Dus ik meen van 1799 tot 1804 daaromtrent. Is die op reis geweest die minstens 5 jaar heeft geduurd door de Andes, door het gebied van de Orinoco.
Die meneer die heeft iets van 3000 planten of zo, die onbekend waren, heeft hij verzameld en meegenomen en beschreven. En er was ook een bijzondere wetenschapper, maar die ook dus de verbanden zag tussen de bodem, bodemvruchtbaarheid, klimaat, planten. Je zou kunnen zeggen, het was eigenlijk een van de eerste ecologen die dus die wetenschap als het ware heeft gegrondvest. En Schuiling was eigenlijk bijzonder geïnspireerd door het werk van deze van Humboldt. En dat blijkt ook wel uit het werk ook van Schuiling dat hij erg veel waardering had voor deze meneer. Deze meneer die leefde de derde generatie voor Schuiling, dus hij kon zo'n beetje putten uit al die boeken die hij heeft geschreven. En ik denk ook dat een van de belangrijkste inspiratie voor Schuiling, dus dat werk van Humboldt is geweest. wat ik al zei, Schuiling was niet puur alleen op de bodem, maar hij zag ook de samenhang met de bodem, slechte bodem, goede bodem, in de bodem groeit deze plant en daar groeit dit. De bodem heeft zijn invloed op de plek waar mensen zich vestigen, ligging van de wegen, noem maar op. Dus die hele samenhang, die integrale samenhang, dat was eigenlijk ook wel wat Schuiling toch wel boeide. En dat heeft hij ook in zijn werk heeft hij dat duidelijk gemaakt. Dus wat dat betreft was hij echt niet heel eenzijdig als op een gegeven moment hem wel is vergeten. Dit is dus een S in Drenthe. Dit was dus een voorbeeld van een van die wandplaten van Schuiling. En dit is dus de S van Annen, zijn geboorteplaat. Even kijken. Dus hier, als je goed kijkt, dan zie je daar een hunnebed. Ja. En als je nog heel goed kijkt, misschien dan zie je daar fabrieken. Ja, zei dat, waar ook een fabriek. Dus dat was Schuiling, die ziet hierin ook een soort symboliek van het hele oude. Dat is het Drentse zandlandschap, waarin we hier bovenop staan, staan op de Hondsrug. En we kijken eigenlijk over het Hunzendal heen, daar achter in de verte. In het Hunzendal en dan verderop, daar had je dus die grote veencomplexen. En die waren toen in die tijd, werd dat verveend. En daar kreeg je dus een veenkolonie. En op de achtergrond zijn dat de schoorstenen van de strookatoomfabrieken in Wildervang. En in zijn beschrijving ook van dit verhaal gaat hij daar allemaal uitgebreid over in. En hij beschrijft dan ook de verschillen in cultuur tussen de mensen van het zand en de mensen daar in het veen. En dat was vroeger natuurlijk een niemandsland. Dus dat zijn allemaal avonturiers en allerlei mensen die daar naartoe trokken. Pioniers. En daar zat eigenlijk... Een vraag? Ja, ik zie rechts op de molen staan, denk ik. Hè? Ja. Waar staat die? In Annen. Alleen die staat er niet meer. Dus, hier is op de achtergrond dat is de dorpskern van Annen. Deze plaat is gepubliceerd in 1912, als ik dat heb. Maar, ik wees dat net op dat Hunnebed. Maar Schuiling, hij schilderde dit niet zelf hoor. Daar vroeg hij bekende schilders. Dit is door een meneer Gouwer is dit geschilderd. Maar Schuiling keek waarschijnlijk wel heel erg over de rug mee. Want tegenwoordig met moderne technieken, dan kunnen we met foto's en zo, dan kunnen we photoshoppen. Want dit Hunnebed is zo op het oog wel veel groter dan dat het eigenlijk in werkelijkheid is. En ik weet ook niet of je eigenlijk van de positie waaruit dit zo getekend is, of je dat Hunnebed ook wel precies zo kunt zien. Maar hij wilde gewoon dat Hunnebed, het moest daar moest op die wandplaat komen, want dat ging zijn verhaal, ging daar dan op in. En hij wilde dat dat oude Drentse cultuur en dat nieuwe daarachter, dat wilde hij, dus die tegenstelling, wilde hij in zijn verhaal kwijt. Dus wat ik zei al, dit is die Noord-S en dit is tegenwoordig is helemaal bebouwd. En wij
vereniging in Arnhem hebben dus ongeveer op de positie waar dit ding gemaakt is, in die straat, op een grote uitvoering van deze ding geplaatst met de beschrijving die wij zo zagen er ongeveer 100 jaar geleden uit hier. Dus als onderdeel van de wandeling die wij gemaakt hebben ter gelegenheid van het gedenkjaar Schuiling in 2016. Nou, hier wat van zijn boekwerken en zo. Maar goed, dat kun je zelf nog wel even wat nakijken. Maar goed, hij heeft ontzettend veel werk gedaan, gepubliceerd, geschreven. En dit zijn dus ook van die andere bandplaten. Niet alleen van landschappen, maar van heel Nederland. En het aardige was dat hij maakte ook een bandplaat, een Javaans. Javaans erf heet dit, is de titel van dat ding. Hij was zelf nooit buiten, hij was wel in Duitsland en zo geweest. Maar in Java of in Indonesië was hij nooit geweest. Maar wat ik ook zal laten zien is ook dat hij kaarten maakte van Indonesië. Hoe hij dat deed, hij had dan hele gesprekken met mensen die daar gewerkt en zo hadden. En die gaf hij dan een soort basiskaart mee. Die moesten dat dan ter plekke wat aanpassen, corrigeren. En als die mensen een keer weer terugkwamen, dan kwamen ze bij hem aan het pothoofd. En dan gingen ze daar uitgebreid over in. En na een x-aantal van dat soort correcties en aanpassingen, publiceerde hij zo'n kaart van Indonesië. En die golden als de beste ongeveer die er verkrijgbaar waren in die tijd. Dus een zeer uitzonderlijk man, vind ik hoor. Nou, dit is ook zoiets wat Schuiling deed. Dus ja, je zou zeggen, de meneer had het hartstikke druk. En de meeste leraren zijn blij als het vakantie is. Maar wat deed hij dan? Dan ging hij vakantiecursussen organiseren. En wat bestond dat uit? Dan nodigde hij dus op een bepaald thema, nodigde hij dus de hoogste deskundigen in Nederland en soms ook wel buitenlanders. Die nodigde die dan uit, studenten konden daar meedoen. En dan ging zo'n gezelschap, die ging ergens naar een bepaald gebied heen. En dan gingen ze daar met elkaar discussiëren, dingen bekijken. En wat Schuiling dus ook als motto had, alleen hij die enige paar schoenen in het veld heeft versleten, kan een goed aardrijkskunde leraar zijn. Ik vind het eigenlijk wel heel opmerkelijk dat Roel Schuiling zelf geen academische opleiding deed, maar hij fungeerde in de hoogste kringen van de wetenschap. Dat genoot hij ook vol aanzien. Dus het was niet zo dat ze, ja, je bent maar een lagere school leraartje of zo. En hij werd voorzitter van de geografenvereniging en de beroepsvereniging dit en dat. Dus op een of andere manier wist hij zich heel goed te manifesteren. En hier zie je dus zo'n gezelschap. Soms moet je wat denken aan een Dash Army of zo. Die figuur. Ik denk dat. Hier staat Schuiling. En dit is denk ik zijn vrouw. Die ging dan ook mee. Dus naar dat soort dingen. En dan kwam dus zo'n gezelschap bij elkaar. En ze staan hier dus in Lunteren, waar op dat moment, als ik het wel heb, het centrum was van de Nederlandse landmeetkunde, dat was het centrale punt van waaruit de coördinaten begonnen ofzo. Daar waren ze hier naar aan het kijken. Dat zei landmeetkunde, bodemkunde, geologie, klimaat, overal werden aan allerlei thema's en dit soort cursussen aangekoppeld. En ik geloof dat hij er zo'n stuk of 10, 15 of zo van die vakantiecursussen zijn geweest. Nou, dit vond ik ook een heel leuk ding. Dit is een foto die komt uit het archief van die Schuiling-familie in Arnhem. En daar kwam dus deze foto uit de voorschijn en op de achterkant staat geschreven vader Harm Schuiling op de wagen, die andere is een leerling van oom R. Dus die jongeman op die fiets, dat was waarschijnlijk een leerling hier van de kweekschool van Roel Schuiling, die dan erop uitgestuurd werd om
in Annen om daar omtrent veldwerk te doen of stage te doen. Maar dat tekent ook wel weer dus die samenhang binnen, dat hij toch zijn afkomst helemaal niet uit de weg ging. En daar ook heel veel, volgens mij, plezier aan heeft. Want die eerste schoolplaat, die kwam uit Annen. Dus dat, goed. Nou, uiteindelijk komt er natuurlijk een eind aan zijn leven. En ook deze rouwkaart komt dus ook bij die familie Schuilen aan vandaan. Uit een familiearchief, zal ik maar zeggen. En hij overleed in 21 juni. Nou, bijna. Hadden we ook 21 juni gehad. Ja. Ja. Vandaar 21 juni, dat is wel. En dan in 1936. Wie had die datum gekozen? Was het dan met voorbedachte raad? Dat valt me nu alleen wel. Maar dus, dit is de rouwkaart. En, hij is korte tijd ziek geweest, maar hij heeft eigenlijk tot kort voor zijn overlijden heeft hij nog behoorlijk kunnen doorwerken. Hij was op 70-jarige leeftijd is hij dus met pensioen gegaan. Maar daarna heeft hij nog ontzettend veel werk gedaan en kaarten gemaakt en boeken geschreven. Dus zijn leven dat ging dus door ongeveer zijn werkzame leven tot aan zijn dood bijna. En dat was niet alleen hier in Deventer een belangrijk item, maar dat stond ook in de Telegraaf en het Handelsblad. Dus ook landelijk was hij wel zodanig bekend dat dus daarover artikelen verschenen in de zowel regionale, maar ook in de landelijke dagbladen. En dat tekent wel, denk ik, de bekendheid van deze meneer. En misschien ook doordat in veel scholen, denk ik, ook die bandplaten zijn gebruikt. Dat bijna iedereen misschien in Nederland die bandplaten in die tijd gewoon van kind af aan via de school kennis had van genomen. Er is een fotogram van zijn begrafenis. Daar zijn heel veel belangrijke sprekers, de burgemeester van Deventer, vakgenoten, mensen uit die wetenschap, die hielden daar eens toespraken. Dus ja, dat was een vrij plechtige gebeurtenis. Ja, alleen hij ligt op de grond, geloof ik. Hij is omgevallen. Ja, hij is omgevallen. Ik had het net vooraf er al even over dat een lid ook van onze historische vereniging in Annen, en dat is Anjo van Wely, zelf geboren in Deventer, die was al in 2010, 2011, 12 bezig om informatie te verzamelen over Rolf Schuilen. En die is toen nog wel eens naar Deventer geweest en heeft ook de plek kunnen vinden via de gemeente of zo, via de beheerder van de algemene begraafplaats. Hij is daar naartoe gegaan en het bleek dat die grafsteen die lag op de grond en het hele graf is daarna verwaarloosd. Dat was zijn constatering. Dus ik ben daar zelf nooit op zoek geweest of zo niet geweest. Hoe het er nu is, dat weet ik niet. Maar ik weet het niet. Deze foto is waarschijnlijk 2013 of zo gemaakt. Ik ben toen met hem wezen kijken. Oké. Wat er nu uitziet, dan maar eens weer kijken. Die eerbetoon aan hem. Ja, het zou een project kunnen zijn van deze historie. Ik stond van de oude begraafplaats. Je hebt er wel te weg. Ja. Deze. Oké. Nou ja, eerbetoon. We hebben het een beetje over van Schuiling. Nou, we hebben de Schuilingstraat. En we hebben de schoelingsschool of zo zeggen ze hier, geloof ik. Maar dat heet tegenwoordig is het onderdeel geworden van de kleine planeet. En Bekker. De locatie
Bekkerburg, locatie Bekkerburg. GPS. Oh, dat was voorheen de schuiling in school, maar toen heb ik ook les gegeven. Oké. Dus kon je er niet tegen verzetten om die naam dat die behouden bleef? Of was dat, Nee, dat was toen de tijd een openbare school, het is nu een Gingerpas school. Ja, dat klopt. Ja, we de Arnold Brouwer school, nee, ja. Dat is meneer Brouwer. Ja, oké. Okay. Nou, dat zou mooi zijn. Goed, de Schuilingsstraat hebben we in ieder geval. En we hebben het gehad van de Schuiling School, maar dus die naam is inmiddels verdwenen. En ja, in Annen, dus onze geboorteplaats, waar de Schuiling is opgegroeid, was zo'n 14e, 15e. Nou, dat was eigenlijk ook helemaal bij veel mensen in Annen helemaal niks bekend van het bestaan van Roelof Schuiling. En in Annen kende iedereen bijvoorbeeld de Barels Schuiling, de rode Barels, zoals het bij ons heet. Die handelaar in tweedehands auto's, die is heel bekend. Maar Roelof Schuiling, dat was nou bekend. Dus de historische vereniging, die is in 2005 of zo opgericht. En op een gegeven moment werd besloten om daar maar eens wat aan te gaan doen. Aan het naamsbekendheid van Roelof Schuiling. Anjo van Weeby was daarbij betrokken. We hebben ook een historisch geograaf, Hans Aleri, die ook het werk van Schuiling kende, die woonde toevallig ook bij ons in het dorp. Ik zei, ja, toch gek dat er allemaal niks van bekend is. Dus ja, goed. Voor de historische vereniging natuurlijk een prachtig project. En zoals ik al zei, na mijn pensionering ben ik daarbij betrokken geraakt en we hebben dus verschillende activiteiten ontplooit. En we hebben dus ook het gedenkteken voor Roelof Schuiling hebben wij onthuld. Nou, je zou zeggen, ja, dat is een kei, dat klopt. Die kei die symboliseert dan dus zijn verbondenheid met de bodem, met de grond. En dus dat is Roelof Schuiling zijn werk zou ik zeggen. Deze vorm hierin, u ziet, er is een lessenaar. Lessenaar tekent zijn verbondenheid, zijn grote passie voor het onderwijs. En die vorm van de lessenaar, dat is dan eigenlijk geïnspireerd op de Honslug waar wij zitten. Dus vanuit Annen zit je dus hoog en dan ga je zo naar beneden, naar het Hunzendal in. Gemaakt door Albert Rademaker, ook lid van de werkgroep van beroep grafisch kunstenaar, grafisch ontwerper. En die heeft dus dit gemaakt. Hier voorop, dat is het symbool wat wij, het logo wat wij gebruiken voor Roelof Schuiling. Dat is eigenlijk afgeleid van het model van dat S-dorp. Dus ja, je moet het natuurlijk even gehoord hebben, anders dan kom je er zelf niet achter. Maar er zitten dus allemaal die gedachten zitten daarin. En dat is dus onthuld op 27 mei 2016 door deze Roelof Dirk Schuiling. Olaf ook genoemd, nog kort geleden dus beschreven, of zijn werk althans in de NRC hoor ik net. Dus wel vaker kom je dus zijn naam tegen als je op Google zoekt. Maar een eigenzinnige meneer, want hij moest heel lang twijfelen voordat hij heeft besloten om zich hiervoor beschikbaar te stellen, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk, pas een dag van tevoren hoorden wij ongeveer dat hij wilde komen. En nou, u ziet dat hier onder grote belangstelling, na aanhalingstekens, is dat toen onthuld. En dit is die Jan Roelof, dat is dus die achterkleinzoon van de broer van Roelof Schuiling, die dus nu nog steeds bij ons de boerderij, de familieboerderij, weliswaar als een soort rode kabels boerderij die buiten het dorp vinden, die daar zijn boerenvak bedrijft. Dus, nou, we zijn als historische vereniging, we hadden dus ook in dat gedenkjaar een congres, het Schuilingcongres, georganiseerd. Met name gericht op adreskunde leraren uit de noordelijke provincies. En nou, die vonden dat eigenlijk zo leuk dat er ook voor hun iets, en dan niet in Den Haag of in Utrecht of zo, werd georganiseerd, maar gewoon in het noorden zelf. En toen hebben wij besloten om hier een jaarlijks evenement van te maken. En we hebben dus, eigenlijk hebben wij Schuilingcongres 5
hadden wij op de agenda staan, maar door de coronatoestand is dat dus, stond gepland op 20 mei. Dat stond al helemaal in de stijgers, kon dat helaas niet doorgaan. Dus dat zijn er eigenlijk nu activiteiten die wij vanuit de historische vereniging Arnhem besteden aan het werk van schuiling. En we hebben dus ook deze wandeling ontworpen. Hier is dus die Zuid-S, hier is dus die Noord-S, dat is allemaal bebouwd. En ja, we doen het een eigen Duitse wandeling door het landschap van schuiling. We proberen een beetje te refereren aan allerlei punten en dingen, hoe het er toen ter tijd uitzag. Nou, Rob Schuiling, kom je ongeveer aan de afronding. Ik heb nog geen seintje gehad dat ik moest ophouden. Ik zit al binnen de tijd, denk ik. Onderwijs, dat was echt de grote passie van Rob Schuiling. En hij zei dus, de achting mijner leerlingen is de glans van mijn leven. En hij zei dan ook, als ik weer ter wereld zou komen, zou ik weer onderwijzer willen worden. Dat zei hij dus aan het eind van zijn leven ongeveer. Dus dat was ja, dat kennis genereren, maar dat ook doorgeven, dat was eigenlijk zijn grote passie. Nou, hij was niet bang voor kritiek. Soms heb je wel natuurlijk mensen die voelen zich dan zo groot en die kunnen dan moeilijk als er, hè, want hij zei, die mij verbeteren zullen mij niet krenken. Dus hij nodigt eigenlijk ook mensen uit in het algemeen om juist op en aanmerkingen als het leidde tot verbeteringen, dan was hij daar erg blij mee. Ja, ik heb, moet er even bij vermelden, gebruik gemaakt dus ook van informatie. Marianne Mulders, heel actief lid bij ons in het dorp, die de hele stamboom en allerlei informatie over leven in Arnhem, dat geldt voor Piet Kaan en Henk Veenhof. Hans, oh, er staat Hans, maar Hans weer, die moet het zijn, die dus ook een lezing heeft gegeven, wel een artikel heeft geschreven, daar heb ik, en Theo Spek, dat, oh, daar staat een fout, Theo Spek, maar dat is een Spek. Dat is een beetje moe op nadenken, maar. Theo Spek, dat is de huidige hoogleraar historische geografie aan de Universiteit Groningen, die vlak bij ons die Arnhem woont. En is ook een grote fan van het werk van Rolf Schuiling. En wat ik ook een bijzondere uitspraak vond, dat stond in het gedenkboek R. Schuiling, wat ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag is geschreven. Er zijn onder ons mensen, enkelen waarvan men niet begrijpt hoe ze al het werk dat ze op zich nemen kunnen verzetten. Dus dat, nou, ik na hetgeen ik zelf als het ware heb mij verdiept in het werk, dan kan ik eigenlijk niet anders dan deze zinsnede onderschrijven. In mijn leerling moet ze het hele leven tot het eind toe wel hebben gewerkt om zoveel dingen te doen als hij heeft gedaan. Nou, dat was er dan. Ik weet niet of er nog vragen zijn en of er nog tijd is. Nou, er mag nog. U bent 5 minuten al het woord geweest, ja, heerlijk geluisterd. Is er een dringende vraag? Anders doen we het de afloop, want we hebben het blijft nog even. Dat kan ook, hè? Ja, zullen we dat doen? Dan ga ik afsluiten. Ga ik even naast u staan. Want, dames en heren, u hebt dit, tot nu toe 2 lezingen gemist over de Joodse ondernemers. En daar zouden we ook een aardige wandeling bij maken. En natuurlijk het verhaal over trieste verhaal van de Oksehof. Maar goed, dat loopt niet weg. Dat hopen we als die akelige corona voorbij is, dat we dan weer een volle zaal hebben. Maar gelukkig hebben we wel als bestuur besloten om deze lezing wel te doen. En op deze manier. En ik hoop dat de vele luisteraars of kijkers die thuis zijn, misschien kijken op onze website, dit toch weer heel fijn hebben gevonden, omdat ze dan toch weer betrokken raken bij bij alle zaken die wij als historische vereniging nu eenmaal graag willen doen. Het is ook een bijzondere dag, want ik zei toen straks al, het jaarboek is uit. En ik denk dat we ongelooflijk blij moeten zijn dat we redacteuren, auteurs nog steeds kunnen vinden die een mooi verhaal maken. Dit is al de 34ste.
En als je dan kijkt, ik heb het even in mogen kijken, wat er allemaal staat aan kennis, dan denk je, hoe is het mogelijk dat we steeds weer nieuwe informatie krijgen, dat we aangevuld worden. Ik denk dat we als bestuur zijn er alleen maar heel blij mee. Ik doe heel klein, ik ga ze niet, ja, ik vind het is zo interessant, de 34e, waar meneer Otte over de begintijd van de Leguinus, die begrafenis, onvoorstelbaar wat hij heeft gevonden. Iemand heeft het met Jan Komans over de stadsreiniging in de middeleeuwen, vooral langs de Wellen. Nou, ik heb dan ook even gekeken. Onze Henk Nalens weer over Van Deutekum. Onvoorstelbaar wat hij altijd weer vindt en hoe gedetailleerd en hoe perfect. Paul Brinkman, de auteur, zit in de zaal over zijn grote passie op Tonemik Breenberg. Elke keer komt er weer wel wat nieuws en waardoor dacht ik in de wereld iets van Breenberg, dan ben jij er wel bij, Paul, heb ik begrepen. Geo Hartong, ook een auteur, ik heb hem toestaan. Ja, daar, jij had een omissie, want je hebt al het nodige geschreven over de topografie. En toch had je wat gemist, maar dat heb je weer mooi aangevuld. Nou, dat is op wetenschappelijk niveau, dames en heren. En dan natuurlijk Roelof Schuijer, daar kom ik zo nog even terug. In de Erasmusstraat. Ik woon er vlakbij, ik wandel daar. En dan heb je een paar huizen waarboven zo'n rood baksteentje. En elke keer dacht ik, wat zou dat toch zijn? Maar we hebben gelukkig onze redactielid en bestuurslid René Berends, die daar weer een aardig verhaal over heeft gemaakt. Want dat is een Indisch lampje, olielampje. En hij vertelt hier allemaal in hoe dat zo gekomen is. Nou, wat moeten we daar weer blij mee zijn? De dromerijen over Dinant Webbeck in de zaal, over de familie Kluwer en vooral Anke Hermes Kluwer, Paul en Anke, goede vrienden van mij. Ik vond het geweldig om het te lezen. En ik denk dat Paul, die absoluut gelooft dat er een leven hierna is, van boven naar beneden kijkt, want dat hoort helemaal bij zijn Sufi, dat hij denkt, mooi artikel jongen, geweldig. Dan over de ontwikkeling van de bioscopen, en dat is en van René en van Johan, heerlijk om te lezen. En dan hebben we nog het stuk over de landbouwschool, u hebt het aangegeven, wat wij later kennen als Larenstein. En de aanwinsten van Atheneum, de aanwinsten van het museum. Heel mooi in memoriam van Jan Puchter. Heel mooi, dank je. En terecht, een heel mooi stuk. Dan hebben we altijd nog de naamlijst van de overledenen. Dan denk je ook, ja, dat is waar ook. Ja, dat is waar ook. Het gemeentebestuur, de Deventerkroniek, want daar hebben we als bestuur echt op gefocust. Bij het Deventer Dagblad was dat jaaroverzicht weg. Maar hier staan een heleboel aardige dingen die het afgelopen jaar allemaal weer zijn gebeurd. En een grote dank aan Marion die dat heeft gedaan. Het jaarverslag van onze historische vereniging. Een dank aan Ivo en ook van de stichting De Index. Kortom, dames en heren, het is een geweldig boek weer. En als u vandaag niks te doen hebt, dan bent u vanavond echt onder de pannen met alle vele leuke artikelen. En dan is het eigenlijk voor mij dan een eer om meneer Edeveld nog even naar voren te halen. Moet u nog even komen? Want we doen het altijd zo aan iemand die het, met het enig decor, wat was nou nog mooier dan dit prachtige jaarboek, helemaal vormgegeven door Pieter Ellis daarachterin, te geven met, ja, we wisten eigenlijk niet hoe belangrijk schuiling was, maar na vandaag weten we dat we weer trots moeten zijn om een grote Deventeraar die hier heeft gehoord. En als ik nu langs de Padhoofd rij tussen de Klimop en de Mussel hoor, weet ik, daar was dus schuiling. Het is mij een eer om u dan dit jaarboek te geven. En ik hoop dat de mensen thuis dat ook allemaal kunnen zien. En dan ga ik het nu doen. Nee, ik moet er zo wennen om dat niet te doen. Want, dames en heren, hierbij is deze lezing afgelopen. De Jan Webbink, ons bestuurslid, zit achter in de zaal. De schrijvers en auteurs en ook redactieleden. Bij hem moet u zich melden voor de boeken.
Nogmaals, grote dank, redactie, auteurs. Blij dat jullie het willen blijven doen. Af en toe vieren we dat wel weer even als dank met een klein etentje. Wie weet kan dat ook straks weer. En ik hoop dat in het najaar wij weer het grote feest kunnen hebben. Want dan komt ook markante Deventeraren uit. En dat is denk ik een heel leuk stuk. Daar hebt u misschien wat lezingen gemist. Maar en het jaarboek en straks het boek Markante Deventeraren. Zo houden we wel de band met elkaar, dacht ik, heel goed stevig. Dames en heren, welkom. Welkom daar straks dan weer. Ik zou zeggen, gaat u zo naar Jan. Gaat u niet direct naar huis toe. Neem lekker een drankje. Praat nog even met elkaar. Laat nog even iets leuks zien. En ik denk dat dat een hele goede afsluiting is. Wel thuis.